Berlin, Berlin, ik zal dat nooit vergeten. Oh nee, ontkomen, ken ik echt niet meer. Het voelt net aan, maar ik moest even litten. En onder denken, nog een keer opnieuw. Berlin, Berlin, ik zal dat nooit vergeten. Oh nee, ontkomen, ken ik echt niet meer. Het voelt net aan, maar ik moest even litten. En onder denken, nog een keer op hier. Berlin, het weekend van Jochen en Tsien Februaris. Uit neer toch blikken dat hier het wereldmeisterschap ijsnel lauw van plak vindt. Oftewel het wereldkampioenschap Redrien. Dus komt hier de Nederlandse top tongetje in een hotel in Eerst-Berlin bij mijn oor van het passende moment. En daar kunnen wij praten met Marit Leenstra. Ze maakt haar debuut op een WK. En dat is vanzelfs wel even wat oors. Ze gaat op tongetje alom denken naar titelhardster Irene Wüst. Marit, zo was achter die. Bedrok daar, hè? Ja, zeker. Er zit een aardig soort. Krijg je als je wereldkampioen binnen? Ja, nou, misschien krijg ik dat ik nog eens. Ah, vatten dadelijk is duidelijk dat het zelfvertrouwen in elk geval heeg is. Dan maar even bij de grote broertje. Had hij nog wat tips van Marit? Ik vind hem wel mijn eerste WK in Moskou. Ja, dan is het allemaal heel nij. Maar goed, zei nou natuurlijk al een EK aan mij maken. En, ja, het is bijzonder. Zijn we het allemaal nog ondergaan en gewoon heel lekker rieten gaan. En ik moet echt hier winnen. En dat is toch oors. Dat is heel wat oors. Toch zo de stisse dat een WK-debuut wel spannend is. Ik ben al net echt zenuwachtig. Het is duidelijk. Gelukkig ben er ik nog wel wat twijfels bij Marit. Ik vind het moeilijk om te bedenken wat ik verwacht van het. Ja, het is gewoon heel soort. Alles is toch weer nij. En het is. Ja, bij mijn oren deelnemers is me. Dus ja, ik weet niet zo goed wat ik zie. En als ik dan heel erg gewoon het klassement vast kan houden, ja, dat klinkt net zo voor me. Van Safir Marit. Maar van Sven is het vanzelfs een heel oor WK. Voor hem hield er maar één ding. Zeker. Ja, nee, ik geef voor de absolute winst en voor minder dan dat kom ik je absoluut niet. Het is vreed, zie je in Oeremaas. Het is tijd om even de hal en het ijs te verkennen. En de sfeer is relaxed. Sven riet je roentjes, Marit oelijt met haar trainer. Sven die lakert en hij voest even met zijn concurrent Chad Hedrick. Fabrice rekt en strekt. Sven die lakert. En ze nou en dan soeft Marit weer eens voorbij. Johnny Davis dolt maar elke camera die hij shot. En Sven, ach, die vermaakt het hem prima. Dan de dooi van de wedstrijd, de 400 meter. Maar het begint heel goed. Had haar snelste opening eer en is zelfs heel tevreden met haar tijd. Tijdens de 3000 meter nemen we plak bij Heid en Mem Leenstra en bij haar zus Selma. Zij zeggen dat de tijd wel wat aanvalt. Maar het is in elk geval botteloorsteld. Maar gelukkig ben haar aldus nog heel tieten hartstikke grutsk. Wij zijn hartstikke gerust. We vinden het hartstikke mooi dat we hier binnen. En we gaan hoop bij de eerste 10 op het rijden. Het is 11e plakje geworden, dus daar ben we best tevreden mee. Ja. En hoe grutsk is het? Nou, super grutsk. No? Dat begon er meer in wezen. Maar ja, ik krijg wat hippies uit. Ik verwacht dat het een beetje sneller weer, maar volgens mij is het vrij zwaar hier. Zeker te leuk is dat. Want, helemaal net zat ik verwacht hier. Zat ik graag rieden voor. Dus ja, daar baal ik van. Dat is nog zacht zijn, heb ik het idee. Ja, ik weet dat ik net oren ben voor, dus ik ken het ding net oren zien drukken. Maar... Nee, maar het is wel een vloek misschien. Ja. Oer naar Sven. Zelfs het hele weekend lekker relaxed. Op de 400 meter verliest hij tijd op Johnny Davis, maar net meer als een hele seconde. En dus is hij tevreden, want dat hier hij van tevoren hoopt. Op de 4000 meter liet hij Sjen waar de baas is. En dat is toch echt Sven de man. Hij liet de concurrentie alle hoeken van de baas Sjen en liet het nou al net meer te kloppen. Sven, na die 400 dacht ik van, nou ja, dat gotje met Davis, de Ocean. Ja. Ik denk, nou, daar zit er al wat spanning in. Ja. Maar bij mij is het nou fort. Hoe is dat bij jou? Ja, bij mij is het nou ik wel aardig fut. Maar goed, desalniettemin moet ik gewoon mijn kop gebruiken morgen en een hele goede 400 meter rijden. En probeer die risico's te vermijden. En dan zal Sjen hoe ervoor zijn voor het zien. Maar... ja, dit hier zou ik niet toch dat ik nou zo goed voor zou steken. Snijn, tolle woorden maas, de slotdij. Voor u stiert om de sfeer te brengen. En die zit er goed in. Hey!
sfeer goed is, had vanzelfs alles te krijgen bij Sven de Man. Je vindt zo'n slamer op Domelijk. Wat dat betreft dan, is niks los mooi. Ja, mijn Friese bloed dat kruipt nu echt waar het niet gaan kan natuurlijk. Hè? Heerlijk, hè? Ja, ja, al die Friese namen. Sandstra, Ritsma. Ja, fantastisch. Dus je zit echt te genieten, merk ik. Je straalt erover. Ja, ja, ik zit echt vooraan. Ja, dat zijn mijn dagen nu, hè. Oké, I guess you are friends from Sven Kramer. Sven Kramer also. We're a big family. We're a big family. But Sven Kramer, okay, but you're a fan of Bocco or not? Yes, but Sven Kramer is the best. He's the best now. But yeah, for the moment. For the moment. We go to Vancouver, the gap is getting closer and closer and closer. Dat maken we vanzelfs nog maar bescheiden. De sfeer bij de fans is in elk geval goed. Maar hoe hoog is dat bij Marit? De 1500 meter valt af. En op de 4000 wordt ze laatste. En gaat ze helemaal stikken. En dan komt alles eruit. Maar dat te laag is nou, maar volgens mij wie is het helemaal kapot. Ja, het ging echt heel slecht. Ik won al versuurd en gewoon echt. Ja, ik won echt wurg. Ik dacht even dat ik net kon finishen, maar dat is nog gelukt. Maar nee. Het is net zoals ik het me voorstelt hier. Je wist echt kapot. Hoe kan dat? Ja, dat wist ik zelf eigenlijk net. Want, ik voelde me de hele week gewoon wel goed. En ik wil wel een beetje snel. Ik wil wel, zeg maar, ik duur doen dat ik ook net heel lang rieden. Maar net dat het nou echt heel slecht ging. Dus ik weet net, misschien, het is een zwier iets. En ik moest gewoon heel veel energie gebruiken om gewoon te rieden. En ik denk, ik heb op de 1500 verbruikt ofzo. Nou, na die rit, dan ben je helemaal kapot. Ik zou die op de groen lezen. Emotioneel, of net? Nee, ik baalde gewoon echt heel erg. Hoe zwier je dat? Hoe lastig je dat? Hoe ga je daarmee om? Ja, het is net leuk, dus leren. Ja, dat is gewoon. De baas gewoon echt heel erg van. Ik deed het hele seizoen goed en dan ben ik op 2K naar die gewoon echt. Maar ben je dat dan emoties omdat je teleurgesteld bent of dat je gewoon kapot bent? Alle twee. Ja, ik ben natuurlijk. Ik ging gewoon echt iets heel erg voorstellen op mijn eerste WK. Dus ik ben sowieso heel teleurgesteld. En dan wist ik nog eens helemaal kapot en dan liep dat snel. Moet je dat voor de scammer hoor? Een beetje. Vervolgens zeg ik, Geert Kempkes kan mij met Rita. Praat even, Marie. Wat zou je dan aan het zien? Moet ik even nadenken wat er is. Ik zei iets, weet je wat iedereen zei. Het is zijn eerste WK en het best wel. Mocht nog gewoon 5 kilometer rijden, best wel veel die je stempel. Dat het gewoon heel jammer is dat het nou echt slecht gaat, maar dat ik je wil steen. Je bent relativeren. Ja, dat op zo'n moment dan is het echt iets van dat zal voor mij gewoon nou goed. Hè. Ja, zo kijk, ze helpt dat dan? Nee dus. Nee, het helpt net echt. Hoe oors is dit WK van Sven Kramer? Ian Grutte zegentocht. Vierde op de 1500 meter en op de 10.000 meter hoeft er geen eens voor u te gaan. Met 12 vingers in de neus winter. Kramer wordt voor de 2e keer zowel Europees als wereldkampioen. Sven, hoe voldaan is het gevoel nou? Ja, super. En je docht het om me voor. En dit is echt magnifiek. Nooit één moment twijfelen dit toernooi, hè? Nee, naar de 400 meter eigenlijk helemaal niet meer. En dat viel super. Wanneer hadden we dus op? Nou, eerst nog net. Nee. Ik ging gewoon terug naar Vancouver. En daar wil ik graag nog een gouden medaille. En dan zullen we dan ons verder.